Welkom allemaal. En deze cybercrime tip staat in het teken van investeren in cryptocurrencies of niet. Het zal jullie niet zijn ontgaan, want cryptocurrencies zijn hot. Denk aan de Bitcoin en Ethereum. En voor mijn gevoel, voor ons gevoel binnen Data Expert, zullen cryptocurrencies op korte termijn niet verdwijnen. Dus zal bij jullie misschien wel de vraag zijn, investeren in cryptocurrencies of niet. Nadeel, of tenminste een tip van ons uit, er zijn momenteel heel veel malafide webshops die gebruik maken van de populariteit van cryptocurrencies om geld eigenlijk aan slachtoffers te verdienen. Zou je nu bijvoorbeeld naar Google gaan en googelen naar investeren in bitcoins, dan is de kans best wel groot dat je op zo'n malafide webshop terechtkomt. Vaak wordt er gezegd dat er een bedrag van €250 geïnvesteerd moet worden en dat je binnen no time miljonair bent. In het verleden werden zelfs beroemdheden hiervoor misbruikt dat ze dat zouden hebben gedaan. En momenteel is deze advertentiecampagne nog steeds actief. Men maakt gebruik van een advertentiecampagne om bovenaan in de ranking te komen en dus zichtbaar voor potentiële slachtoffers. Laten we een kijkje nemen in of naar zo'n website, maar ook naar hoe je slachtofferschap kunt voorkomen op het moment dat je eenmaal op zo'n website zit. En hoe je überhaupt die advertentiecampagnes rondom deze vorm van cryptocurrencies onzichtbaar kunt laten zijn of niet kunt laten tonen binnen je browser. Laten we een kijkje nemen. Oké, ik heb voor jullie al gegoogeld naar investeren in bitcoins. En het eerste wat ik te zien krijg is de Google advertentiecampagne waarin er 4 advertenties worden getoond. Waarvan er 2... in mijn ogen opvallend zijn en ik hoop in jullie ogen ook, dat moet je onderbuikgevoel raken. En dat is ook het eerste wat we graag willen benoemen als het gaat over het voorkomen van cybercrime. De beste investering ooit met €250 en ontvang €5000 van deze investering. Ja, dat klinkt ideaal. Dus als ik deze website open, En deze website die ziet er ook heel mooi uit. Dit is je kans om meer dan €23.000 te verdienen. Dus deze website die open ik ook. Nou, ik zie hier 2 websites staan. En ik zie dat ik meteen beland op een nieuwsartikel vanuit het AD. Maar zit ik dan op de website van het AD zelf? Nou, daarvoor ga ik naar de adresbalk om te kijken. Zie ik daar ad.nl of iets dergelijks staan. Maar daar zie ik staan bitcoin-top.net. Dus ik zit zeker niet op deze nieuwssite. En het grappige hiervan is dat het natuurlijk een nep artikel is. Fake news. En iedere link op deze website verwijst eigenlijk naar de malafide webshop waar je die €250 of meer kunt betalen om vervolgens heel snel miljonair te worden. Nou, laten we gewoon op een link klikken. Hier zo is er eentje. Daarom heeft ons redactieteam Bitcoin Pro getest. Klikken we deze aan. En we klikken ook gewoon op een link ergens op de pagina. Om aan te tonen dat in beide gevallen ga je naar dezelfde website toe. Hier zo ook. En nu is er nog niks gebeurd. Maar let erop dat je hier niet jouw gegevens en zeker geen bankoverschrijving in doet. Want de centjes ben je kwijt. Die andere link die ik had opengeklikt vanuit de Google zoekresultaten. Die verwijst naar exact dezelfde website. Dus niks nieuws nu om te benoemen. Tips om deze vorm van cybercrime te voorkomen. De eerste is, installeer de add-on uBlock Origin. Ik heb daar eerder al over verteld en die voorkomt eigenlijk dat deze advertentiecampagne wordt getoond. Dus dat voorkomt slachtofferschap in het geheel. Tweede is, vertrouw op je onderbuikgevoel. Hoe heet het? Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk niet waar. En de laatste, kom je dan toch op zo'n website terecht? Kijk eens naar die adresbalk en komt de domeinnaam wel overeen met de website waar je op zit. Dit was de cybercrime tip voor deze keer. Tot de volgende keer.